Als burgemeester van de stad Beringen wens ik iedereen een voorspoedig en een gelukkig en maar vooral een gezond 2014 toe te wensen. We hebben in 2013 een vrij moeilijk jaar gehad, een herstelplan, besparingen moeten doen. Het is niet gemakkelijk voor ons geweest, maar we zijn ervan overtuigd dat we in 2014 met verschillende projecten naar buiten kunnen komen waarvoor u ook zal fier zal zijn op de stad Beringen. Op de zone Corkdries gaan hier binnenkort 13 nieuwe bedrijven zich vestigen. Dus dat gaat voor ons een heel grote meerwaarde betekenen, zeker en vast naar de tewerkstelling toe. Wij schatten tussen de 100 en 150 nieuwe tewerkstellingsplaatsen gaan hier gerealiseerd worden. Iets verderop ligt Ravenshout Noord naar de toekomst toe. Ook industriegebied gaat ook heel veel tewerkstelling worden gecreëerd. Dus wij zetten 100% in op tewerkstelling in Beringen. Ook een van de dingen die in Beringen nog gaat gebeuren, of die al aan het gebeuren is natuurlijk, is hier de opwaardering van de voormalige mijnsite. Sinds 1989, toen de mijnen sloten, is hier eigenlijk niks meer gebeurd, buiten het mijnmuseum natuurlijk. Ondertussen staan we hier aan het nieuwe zwembad, dat normaal gezien binnen een maand of 5-6 moet klaar zijn. Dus een heel mooi zwembad gaat dat zijn. Niet alleen dat natuurlijk, maar ook de 15.000 vierkante meter retail, dus winkeloppervlakken die er gaat komen. We bevinden ons nu op Bogaardsveld, dus hier gaan vanaf 2016 de scholen die nu gehuisvest zijn in Beringen Centrum naar hier komen. Dit wordt het grootste bouwproject van Vlaanderen in het kader van de scholen naar morgen toe. Dus alle scholen die nu op dit moment in Beringen Centrum zijn gesitueerd, komen naar hier. Dus als die scholen daar verdwijnen, geeft dat heel veel opportuniteiten om die dus in te vullen met horeca, met handel, met middenstand en wonen.